Ja, welkom, leuk dat je dit filmpje komt kijken. Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik onderzocht wat de gevolgen van klimaatverandering zijn voor de watervoorraden in de hoge bergen van Azië. Maar omdat de teksten in mijn proefschrift voor een wetenschappelijk publiek zijn geschreven, zijn die niet echt makkelijk te begrijpen voor andere mensen. En daarom leg ik in deze presentatie in hopelijk begrijpelijke taal uit wat ik nou heb gedaan tijdens mijn onderzoek. En in deze presentatie leg ik eerst uit wat ik heb onderzocht en waarom dat belangrijk is. En vervolgens laat ik zien wat voor methoden daarbij gebruikt zijn. En de presentatie eindigt met een beknopt overzicht van de belangrijkste resultaten van mijn onderzoek. Om te beginnen, wat heb ik nou onderzocht? Nou, hier zie je een plaatje dat een overzicht geeft van de waterkringloop zoals we die op aarde kennen. Nou, water op aarde is constant in beweging. Het verdampt vanuit de oceanen of vanaf het land en verdampt dan richting de atmosfeer. Maar het komt ook weer naar beneden als neerslag en stroomt dan via rivieren en ook door de bodem weer richting zee. En gebergten die spelen een belangrijke rol in die waterkringloop, omdat daar veel neerslag valt en omdat het water daar langere tijd kan worden opgeslagen in de vorm van sneeuw en ijs. Nou, om daar wat verder op in te gaan, verplaatsen we ons nu even van het laagland en ons mooie stadje Utrecht. Dan gaan we naar een ander continent. Dus we zoomen nu uit en we gaan verplaatsen ons naar Azië. Omdat daar erg hoge bergen zijn. Zoals je ziet hier India in het zuiden en we zoomen nog iets verder in. Je ziet hier het Tibetaans plateau. En de hooggebergten die daaraan grenzen. Je herkent ze hier aan de witte kleuren van de sneeuw en de ijs. En die hooggebergten die worden ook wel de watertorens van Azië genoemd. Nou, als we dan even de hoogtekaart van het gebied erbij pakken, dan zien we die verschillende gebergten aangegeven. Meest bekend zijn de Himalaya's, die zie je aan de zuidkant. Maar er zijn nog andere hoge gebergten, zoals bijvoorbeeld de Tian Shan, de Pamirs, de Hindu Kush en de Karakoram. En maar liefst 10 grote rivieren hebben hun brongebieden in deze bergen liggen. Die zie je hier aangegeven in het kaartje. Een aantal van de bekende grote rivieren die je hier ziet zijn bijvoorbeeld de Indus, de Ganges, de Brahmaputra en de Yangtze rivieren. Nou, terwijl we hier een mooie foto van de Himalaya zien die André Kuipers vanuit het ISS heeft gemaakt, kan ik vertellen dat in die gebergte, de naam watertorens zegt het eigenlijk al, veel water ligt opgeslagen als sneeuw en ijs. Hier zie je bijvoorbeeld de maar liefst 63 kilometer lange Baltoro-gletsjer, die in de Karakoram in het noorden van Pakistan ligt. En ieder jaar smelt een deel van de sneeuw en het ijs en dat voedt stroompjes van smeltwater die omlaag stromen. En als er nou meerdere stroompjes bij elkaar komen, dan ontstaan rivieren, zoals hier bijvoorbeeld de Hunza-rivier, die zich verder beneden stroomt bij de grote Indusrivier voegt. En verder in de benedenstroomse gebieden, in bijvoorbeeld Pakistan, India en China, daar wonen meer dan 1 miljard mensen, ongeveer 20% van de totale wereldbevolking. En die zijn dus grotendeels afhankelijk van het water van die 10 grote rivieren. Nou, dat water dat wordt natuurlijk gebruikt als drinkwater en ook in industrie. Maar verreweg het meeste water dat wordt gebruikt in de geïrrigeerde landbouw, waar dat water gebruikt wordt om gewassen te laten groeien. Zoals bijvoorbeeld rijst en graan. En met die gewassen worden dus de mensen daarvan voedsel voorzien. Nou, om een deel van dat kostbare water op te kunnen slaan, zijn er veel grote en kleine reservoirs gebouwd. Zoals je hier bijvoorbeeld het Tarbela-reservoir in de Indusrivier ziet. En daar wordt het water ook gebruikt om elektriciteit uit waterkracht op te wekken. En veel landen in Azië die kampen al decennia lang met elektriciteitstekorten. Dus ook daarvoor is het water belangrijk. Nou, samenvattend kunnen we zeggen dat de hoge bergen een belangrijke bron van water vormen voor de benedenstroomse gebieden. En je kunt je voorstellen dat het voor die landen daar belangrijk is om te weten wat er nou gebeurt met de watervoorraad in de bergen als het klimaat in de toekomst verder gaat veranderen? Nou, die vraag heb ik geprobeerd te beantwoorden. Ik zal nu laten zien hoe ik dat heb gedaan.
Daarvoor heb ik namelijk een hydrologisch model gebruikt. In zo'n model proberen we in de computer het landschap in een versimpelde vorm na te bouwen. En ook de processen die in die waterkringloop spelen na te bootsen. Nou, hier zie je een satellietbeeld van een stuk land in Azië, in Nepal om precies te zijn. Waar je, zoals je ziet, ook een paar hoge bergen hebt met besneeuwde toppen en ook een aantal gletsjers. Nou, in de computer deel ik dat landschap op in allemaal vierkante vakjes of celletjes. En voor elk van die celletjes weten we uit verschillende bronnen van gegevens, bijvoorbeeld uit satellietbeelden, maar ook van meetstations op het land, weten we wat voor eigenschappen het land heeft dat in die celletjes ligt. Nou, hier heb ik één zo'n celletje eruit gepakt. Je ziet hem zeg maar in drie dimensies. En voor zo'n celletje weten we bijvoorbeeld of daar een gletsjer op ligt. Dat is hier. En anders weten we wel wat voor bodemsoort zich daar bevindt. En ook wat voor vegetatie er groeit. En ook weten we voor iedere dag in de afgelopen jaren wat de temperatuur is geweest. Hoeveel neerslag er is gevallen. En als de temperatuur boven het vriespunt ligt, dan regent het. En als het vriest, dan sneeuwt het. Nou, stel nou dat het op een dag geregend heeft. Dan ja, valt de regen op de gidsvel. En onder invloed van de eigenschappen van de bodem, de vegetatie en de temperatuur, zal dan een deel van het regenwater verdampen. Dus dat gaat weer de atmosfeer in. Een deel gaat de bodem in en een deel zal over land afstromen. Nou, als er bijvoorbeeld sneeuw ligt in die gletscel en de temperatuur ligt boven het vriespunt, dan zal een deel van de sneeuw smelten en dat smeltwater zal wegstromen. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor gletsjereis. Nou, al dat soort processen, die kunnen we in dat model dan met natuurkundige vergelijkingen nabootsen. En dan kunnen we dus per cel bepalen hoeveel water daar uitstroomt. Nou, omdat we ook de hoogte van elk celletje weten, kunnen we voor elke cel bepalen welke kant het water opstroomt, zoals je hier in dit plaatje ziet. En als je al die stroomrichtingen van al die cellen bij elkaar neemt, dan zie je dus die stroompjes, die rivieren vormen. Nou, en in dat model stroomt dus dat water van cel naar cel door het model heen. Nou, dat heb ik dus gedaan voor de grote gebergten in Azië. En zo kon ik dan nabootsen hoe dat water vanuit de bergen naar de benedenstroomse gebieden stroomt. En als dat model er eenmaal ligt, dan kunnen we dat gebruiken om verschillende klimaatscenario's door te rekenen. Nou, wat we over toekomstig klimaat weten, dat is afkomstig van klimaatmodellen. In de plaatjes op deze slide zie je wat de laatste klimaatmodellen zeggen over het toekomstige klimaat op aarde tot aan het einde van deze eeuw. Nou, in dat grafiekje rechts bijvoorbeeld zie je verschillende scenario's voor de temperatuurstijging in de komende eeuw. Je ziet dat varieert van zo'n 1 tot 6 graden stijging gemiddeld over de hele planeet. Ja, hier zie je, linksboven zie je hetzelfde, maar dan als kaartje dat de verschillen op aarde laat zien. En onder zie je de verwachte veranderingen in neerslag. Nou, ik heb dan heel nauwkeurig gekeken naar wat die klimaatmodellen dan zeggen voor de hooggebergte in Azië. En dat heb ik nauwkeurig bestudeerd en deze heb ik vervolgens als invoer voor dat hydrologisch model gebruikt. En daarmee dan doorgerekend wat dus de gevolgen zijn van de veranderingen in temperatuur en neerslag voor de hydrologische processen, dus voor de waterkringloop in het gebied. En wat er dan onder de streep verandert aan de watervoorraden in het gebied. Nou, de belangrijkste resultaten die daaruit kwamen. Nou, ten eerste, als ik kijk naar het klimaat, dan het zal je niet verrassen, maar in de hooggebergte van Azië zal het klimaat verder sterk opwarmen deze eeuw. En over het algemeen zal er ook meer neerslag gaan vallen. Nou, voor gletsjers in het gebied betekent dat ze versneld verder afsmelten en zich verder zullen terugtrekken. Nou, maar het smeltwater van de gletsjers dat zal eerst toenemen doordat de smelt versnelt. Maar halverwege de eeuw begint dat af te nemen omdat de gletsjers zich verder terugtrekken en steeds kleiner worden. Toch zal in de meeste gebieden de hoeveelheid water toe gaan nemen doordat ook de neerslag toeneemt. Nou, op dit moment komt er heel veel water uit de bergen tijdens de zomer.
als het warmst is in het gebied en het ijs dus ook het hardste smelt. En bovendien zijn er in dat seizoen ook veel moessonregens die zorgen voor veel extra water. En in die andere seizoenen, dus buiten de zomer om, is het eigenlijk behoorlijk droog in het gebied. Maar doordat de sneeuw in de toekomst vroeger gaat smelten door de opwarming, zal er ook meer water beschikbaar gaan zijn in die droge periode. En daarnaast valt er door de opwarming meer neerslag als regen in plaats van sneeuw. En die regen die stroomt direct af in plaats van dat het dan de hele winter blijft opgeslagen. Dus ook daardoor komt er meer water in het droge tijd beschikbaar. Nou, dat betekent niet dat er geen vuiltje aan de lucht is, want er worden tegelijkertijd ook hele grote toenames verwacht in de waterbehoeften, doordat de bevolkingen in het gebied sterk gaan groeien in de komende eeuw. En ook doordat de welvaart toe gaat nemen, zal ook het waterverbruik toe gaan nemen. Nou, verder wordt er meer hevige neerslag verwacht en dat zal in de toekomst leiden tot meer en hevigere overstromingen in grote delen van het gebied. Nou, en verder moet ik nog de kanttekening maken dat voor al die resultaten geldt dat de onzekerheidsmarges nog groot zijn. Dat komt voornamelijk doordat de klimaatscenario's verschillende dingen voorspellen voor het toekomstig klimaat. En dat vraagt natuurlijk om verder onderzoek in de toekomst. Nou, daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze presentatie. Ik hoop dat je nu een wat duidelijker beeld hebt gekregen van wat ik nou heb onderzocht. Ben je nou nieuwsgierig geworden en wil je hier meer over weten? Dan kun je natuurlijk mijn boekje lezen. Maar je kunt ook online de Himalayan Water and Climate Atlas bekijken, waar veel van mijn resultaten en van andere onderzoekers voor zijn gebruikt en waar al deze zaken met veel mooie kaarten en plaatjes worden toegelicht. Nou, tot slot wil ik hier nog even de datum en het tijdstip waarop ik mijn proefschrift ga verdedigen vermelden. En het lijkt me natuurlijk erg leuk als je daarbij bent.